Nou, lieve vrienden, een varken staat nog bij de trog. Maar deze dame, die ligt erbij. Nou, kijk eens, lieve vrienden. Ik ben ingezoomd op het nest. Zo, lieve vrienden, een hele goede morgen allemaal. Ja, het is vandaag alweer 16 juni en we leven om 11:20. En het is vandaag woensdag en dat allemaal in 2021. En ik wens jullie natuurlijk van harte welkom weer bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboer. Het is weer prachtig mooi weer, uiteraard. Daar is het zomer voor. Maar ja, je weet het, als je in Nederland woont. Het kan donderen, het kan hozen en het kan mooi weer wezen. Nou, dat hebben we nu. En daar zijn we blij mee. En ja, we gaan zo meteen even weer een klein blokje lopen. Want ik wil nog niet met Elwin een grote blok, maar het kan dan wel allebei tezamen. Dus ja. En dan vanavond later weer, als het weer afgekoeld is. Want de struik zit niet op opschieten. Tussen 12 en 3 is het op zijn heetste. Ja. Dus ik moet al opschieten. Maar oké, maakt allemaal niet uit. Ik moet straks op Karin nog even bellen. Als om te vragen of zij het weet bij die medicijnen. Want ik snap er geen reden van. Ik kan niet wat dat er gaat rekenen. 1 keer daags, 1/3/4 tablet pijnstil moet ik geven. Wat is in vredesnaam 1/3/4 tablet pijnstil? Ik weet dat niet. Nee, ik weet het niet. Dus ja, misschien dat zij het wel weet. Dus ja, komt goed. We gaan het te vragen. En dan vraag ik het aan een ander. Misschien dat die het weer weet. Want ook mijn begeleidster Karin komt. En mijn pb'er. En ja, misschien dat die het ook wel weet. Je weet het niet. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Gaan wij ook doen. Mijn begeleidster die wou eigenlijk een terrasje pakken, maar daar is het denk ik veel te heet voor. En ik hou dat ook niet voor om in die hitte ook echt veel te lopen. Ik loop wel, maar dan moet ik met de honden wezen. En die sleuren me dan wel doorheen, maar het is toch veel te heet om me buiten te wezen dan. Ja, lekker je huis dicht houden, waarom te buiten houden. Ja toch? Ja. Nou, ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Doei. Nou, lieve vrienden, een varken staat nog bij de trog. Maar deze dame, die ligt erbij. Maar ze eet wel weer voor het eerst. En daar ben ik heel erg blij mee. Dan krijgt ze toch weer de krachten. Maar ja, ze heeft ook wel gelopen en we zijn ook een beetje verder geweest dan gisteren. Maar ja, het moet wel weer opgebouwd worden en dan gaat mijn horloge ook dat nog. Nou, laat maar lekker piepen. Maar in ieder geval, we zijn nou wel de Mosterdbrug overgestoken en toen rechtsaf en eindegras weer terug. Dus ze doet het wel goed. Maar ja, snel blijft ze lekker binnen, want het is veel te heet buiten. Dus ja, wij gaan straks wel eventjes de hort op, want ik heb wat leuks gezien. En wat ben jij aan het doen, Reka? Ja, dat is een zak met kussens voor de stoelen die buiten staan. Ja. Maar in ieder geval, ja, dat gaan we doen. Tot later. Nou, kijk eens, lieve vrienden. Ik ben ingezoomd op het nest met mama die op de eitjes zit. Maar de mensen die hebben wel heel goed om haar gedacht. En zoals jullie zien, een vak opengehouden in de walbeschoeiing. Ik vind het hartstikke lief. Ik heb vanochtend al met de man gesproken die daar werkt. En die zei dat ze niet bang is, dat ze rustig weer terugkomt naar haar nestje. Ze heeft 4 eierenhek vernomen, dus ja, dat is toch prachtig.
Dat is toch hartstikke mooi. Dus ja, dit blijven we natuurlijk eventjes ook volgen. Natuurlijk gelijk met die wandbeschoeiing. Ik zal nou weer even terug zoomen, want ik ben ingezoomd op het nest. Op het nest. Naar beneden. Zo, nou zien jullie het nog, maar heel klein. Maar ja, daar staan ze dus op om die palen naar beneden te huffen. Ze zijn daar begonnen. En ze moeten die hele wal beschoeiing doen, want alle bomen aan de overkant, tot aan de brug toe, daar ginds, hebben de bomen allemaal planken om hen heen. Ja, ter bescherming van. Dus ja, helemaal top, helemaal geweldig. En dat beestje gaan we natuurlijk bijhouden. En er komt een bootje aan. Nou ja, die standen er natuurlijk gekleurd erop. Op YouTube bij Corina met IE en de Beestenbol. Ze kunnen niet zeggen, we willen er niet op. Want buiten mag het. Ik mag buiten dat doen. Nou, wat een geloofjes. Wat een geloofjes. En wat een wind hier in Ene. Waar komt die wind in Ene vandaan? Zo. Ik krijg er merentietjes van. Boe. Maar ik vind dat zo lief. Het merenkoetje. Ja, ik ben er gek op. We houden de boel in de gaten met de kuikentjes. Ja. Als ik de hondjes heb uitgelaten, dan kom ik hier even weer terug. Om me toch even te kijken. Dag in, dag uit. Ja, ja. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later. Ja, zo lieve vrienden. Ik denk, ik ga zomaar even staan. Het licht kwam in mijn bril. Maar in ieder geval, ik heb boodschappen gedaan, ook voor mijn verjaardag erbij, eten erbij, ja, van alles en nog wat. En ik heb mezelf even een verjaardagscadeautje gegeven. Dat zijn 2 potloodjes voor mijn wenkbrauwen, want ik vind dit eigenlijk te donker, zwart. Hij is donkerbruin en lichter. Ik heb ook een paar oorbellen gekocht. Ik laat er 1 zien. Moet hij wel willen, maar hij wil even niet. Een symbool van Thailand. Ik kom helemaal uit Thailand vandaan. 2 jaar geleden meegenomen naar Nederland. En nou aan mij verkocht. Ik vind ze geweldig. Ja. Echt heel mooi. Ik ga ze zometeen ook even indoen. Want ja, vind ik toch wel even weer leuk. Verandering. Ja, toch? Of niet dan? Maar ik ga eerst mijn boodschappen opruimen, want het zit ook wat in de vriezer moet. Dus ik ga eventjes dat allemaal doen. En daarna moet ik ook nog met mijn hondjes uit. Dus ja, het komt allemaal goed. Ik zeg, tot later!